Goed, dank mevrouw de voorzitter dat de minister bereid was om te komen. Dat is ook zoals het hoort. Maar ik zou u toch even willen vragen. Kijk, het is natuurlijk wel wat gebeurd sinds afgelopen dinsdag. We hebben die appwisseling van u en de burgemeester van Amsterdam mogen aanschouwen. En ja, ik weet eerlijk gezegd niet waar ik moet beginnen. Erg is dit allemaal. Misschien, voorzitter, staat u mij toe dat ik eerst een opmerking maak en daar een vraag over stel over het algeheel. Het is toch wel een beetje een stuitend beeld van twee bestuurders die elkaar, ja, blijkbaar in ieder geval bestuurlijk gezond niet zo mogen en elkaar alleen maar in de haren zitten, een beetje zitten te kiften, elkaar de tent uit zitten te vegen op een bestuurlijke manier en erg sympathiek komt het allemaal niet over. En vooral, mevrouw de voorzitter, ik kom later nog wel over deze minister te spreken, is dat wat mij opvalt, en dat is ook mijn vraag of de minister dat met mij deelt, dat de burgemeester van Amsterdam uit die mailwisseling blijkt niet één keer een opmerking te hebben gemaakt dat ze zich zorgen maakt bijvoorbeeld over de volksgezondheid van de mensen die daar op de Dam waren. Dat ze zich zorgen maakt over de politie, dat ze zich dacht van nou, moeten die mensen niet naar de GGD? Helemaal niets. Helemaal niets van empathie voor een ander. Mevrouw Halsema was alleen maar met zichzelf bezig. Ze was bezig met haar eigen positie en haar eigen hakje te redden, mevrouw de voorzitter. Ze had het over de Telegraaf die weer voluit zou gaan. T is en blijft T of iets dergelijks over die krant. Ze had het over rechtse politici die hun kans roken. Ze legde de schuld bij iedereen. Het was eigenlijk toch eigenlijk een hele onzekere, een beetje een egocentrische, incompetente ijdeltuit. Die een burgemeester die u in haar spelletje mee wilde spelen. Is u, dat zou mijn eerste vraag zijn, ook opgevallen dat de burgemeester vooral bezig was met het indekken van de eigen ongeschiktheid? De minister. Voorzitter, ik heb mij gericht op de belangstelling over de demonstratie in Amsterdam en hoe die zich afspeelde. En daar heb ik ook tijdens het vragenuur, maar ook bij mijn inleiding al het een en ander over gezegd. Ja, de heer Wilders. Ik neem aan dat dat de inleiding was op het antwoord wat nog komt. Nou, ik vond het eigenlijk wel mijn antwoord. De minister, mevrouw de voorzitter, wil dus geen antwoord geven of hij het met mij eens is dat de burgemeester van Amsterdam vooral met zichzelf bezig was. En met u, om door u haar rug te laten dekken in plaats van dat ze bezig was met Amsterdam en met de mensen die er stonden. Maar goed, als de minister daar geen antwoord op wil geven, dan misschien een tweede vraag. Is de minister met me eens dat de burgemeester van Amsterdam u vooral belde op maandag toen ze nattigheid voelde, toen ze zag het gaat fout? We hebben vandaag de heer Bruls, dat is de voorzitter van al die veiligheidsregio's, horen zeggen. Nou, mij zal je nooit een minister horen bellen, dat beslis ik zelf. Ik zal niet de minister bellen. Binnenkort bij mij in Nijmegen is ook een demonstratie. Ik ga dat niet doen. Mevrouw Halsema deed dat wel. En dat deed ze omdat ze zag dat het fout ging. Omdat daar duizenden mensen al op de Dam waren. En ze vroeg aan u of u medeverantwoordelijkheid wilde dragen. Ze gebruikte het woord ruggespraak voor het besluit toen het te vol was op de Dam, dat ze die demonstratie niet afbrak en dat er ook geen anderhalve meter afstand werd gehouden. En ze vroeg aan u, mag ik zeggen dat dat teruggespraak is? En u zei, nee, dat mag je niet. Toen zei ze later, dat is alleen van de anderhalve meter. Toen zei u, goed, en 3 minuten later stuurde u een app. Nee, dat mag ook niet. Ook daar ben ik niet bij betrokken. Ik heb er alleen begrip voor. Bent u met mij eens dat dit een burgemeester is die u probeerde te gebruiken of te misbruiken om haar, om haar foute beslissingen die ze heeft genomen en de ellende waar ze in zat, om u daarvoor te gebruiken? Voorzitter, ik heb veel met burgemeesters te maken, zeker in deze coronatijd. We hebben intensief contact. Elke week het Veiligheidsberaad in Utrecht. Ik heb daar vaak genoeg complimenten over gemaakt over hoe de voorzitters van de veiligheidsregio's dat oppakken. Er zijn burgemeesters die mij in de 2,5 jaar dat ik minister ben wel eens bellen om iets tegen mij aan te houden te zeggen ik heb iets zus en zo gedaan. Punt. En dat is een goed recht. Ik vind dat volstrekt bij de bestuurlijke verhoudingen horen. Uiteindelijk heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ik vind dat het af en toe contact zoeken, willen sparren,
wel eens een keer willen zeggen, ik heb er genoeg van of wat dan ook. Dat hoort ook bij die taak. En zeker in deze lastige tijd van corona, waar burgemeesters echt een grote verantwoordelijkheid hebben. Ja, voorzitter, opnieuw geen antwoord. Ruggespraak, contact zoeken. Ze heeft u tot aan maandagnacht 12 uur sms'jes gestuurd, appjes gestuurd. Op een gegeven moment heeft u daar gewoon niet meer op gereageerd. Ze heeft u om 12:30 s'nachts, heeft ze u nog stolkend thuis gebeld. U heeft gewoon niet opgenomen. 'S morgens krijgt u om 8:00 geloof ik, daar weer een boze app overheen. Hoe u toch allemaal durfde, dat ze toch verwachten dat u haar zou steunen. Er is helemaal niets hier in het contact tussen u en mevrouw Hassema, dat er ook maar iets van professionaliteit. Dat is een en al gekift. En zij heeft, nogmaals, zij heeft, ik heb het woord ruggespraak, mevrouw de voorzitter, opgezocht in het woordenboek. Het woord ruggespraak betekent letterlijk dat er eerst ergens over moet worden overlegd. En daar staat dan als voorbeeld, overleg met de overige leden van het bestuur voordat er een besluit wordt genomen. En ze heeft dus bewust aan u gevraagd, mag ik zeggen, wat dus niet zo was, dat de driehoek in ruggespraak met uw minister heeft besloten om die demonstratie waar te veel mensen waren niet af te breken en die 1,5 meter niet te handhaven. Dat heeft ze gevraagd. En u was daar 2 keer glashelder in dat dat niet mocht. Dus bent u het met mij eens dat ze heeft geprobeerd door u daarin mee te trekken om ervoor te zorgen dat ja, u de waarheid niet sprak. Want er was geen ruggespraak met u geweest. En dat heeft ze wel geprobeerd. En dat kunt u toch niet tolereren van een burgemeester van Amsterdam. En kunt u alstublieft een keer ingaan op wat ik zeg. De minister. Ja, voorzitter. Eerst even, er zijn geen sms'jes gewisseld. Laat ik dat even vooropstellen. Wel appjes. In de tweede plaats. Nou, 's nachts de telefoon niet opgenomen. Ik heb van collega Rutte aan het begin van deze crisis het dringend advies gekregen. Zorg dat je 7 uur slaapt. En dat blijf ik doen. Dat is het enige. Ik heb nu een dubbele baan. Helemaal niet erg. Hoort er ook bij. Moet ik ook bereid toe zijn. Maar, dus ik heb gewoon, denk ik, door berichten heen geslapen. Vanaf nu of 11:30. Ja, en dan dat punt van de ruggespraak. Ik begrijp de opwinding daar niet over, want ik heb gewoon helder gezegd, er is geen ruggespraak geweest. En ja, dat heeft de burgemeester ook ingezien. En ik vind het, ja, nou goed, ik vind het niet zo'n ramp hoor, als iemand zegt, hebben we nou ruggespraak gehad? Dat ik zeg, nee, want dit is. En heb ik dinsdag vrij uitvoerig in uw kamer uitgelegd, voorzitter, hoe die verantwoordelijkheden werken. Het lokaal gezag moet hier helemaal in de lead zijn en verantwoordelijkheid hebben. En dan moet ik als minister niet eens in de weg gaan lopen. Dan moet ik buiten blijven. Goed. Weer geen antwoord, voorzitter. De minister heeft in eerste instantie gezegd, mooi, dat komt goed. Alleen ruggespraak over niet handhaven. En 3 minuten later, mevrouw de voorzitter, 19:26, zegt hij, nee, die 1,5 meter handhaven is trouwens ook jullie beslissing. Maar ik begrijp het wel. Dus het is helemaal niet zo gegaan. Pas op dat u niet zelf hier gaat staan liegen in de Kamer. Want het is niet zo van nou, ik bel en het ging wel goed. U heeft eerst gezegd, niet als het gaat om dit afbreken van die demonstratie. Toen oké, alleen maar over de 1,5 meter. En 3 minuten daarna heeft hij nog een keer gezegd, niet over de 1,5 meter. Maar goed, ook daar dus geen antwoord op. Dan, mevrouw de voorzitter, de reden van het afbreken. U bent op een gegeven moment boos geworden op de burgemeester. U heeft gezegd, dit heb jij mij niet verteld. U heeft verwezen naar de beelden van AT5, waar mevrouw Hassema zei dat een van de redenen waarom ze de demonstratie niet wilde afbreken, wilde laten doorgaan, is omdat zij vond dat deze demonstratie te belangrijk was. Dat is een oordeel, mevrouw de voorzitter, wat een burgemeester niet mag geven. Een burgemeester moet boven de partijen staan. Een burgemeester mag niet als afweging om het door te laten gaan zeggen dat zij ergens sympathie voor heeft door de uitbraak te doen dat het te belangrijk is. En u bent daar boos over geworden. U heeft gezegd, dat heb je niet aan mij verteld. Die argumenten, die heb je niet met u gevoerd. Mag ik dan aan u vragen of u met mij eens bent dat dat geen argument mag zijn voor een echte burgemeester, een goede burgemeester? En waarom was u, naar mijn mening terecht, boos dat zij u dat niet had verteld? Voorzitter, laten we mee beginnen, want dat vind ik wel belangrijk, dat de burgemeester dat later heeft ingetrokken. En heeft gezegd, ik heb dat niet bedoeld te zeggen. En dat vind ik wel belangrijk in ieder geval. Dat is één. Twee,
Ja, dat is een appbericht vanuit mijn hoofd 22.07 uur. En dat begint met dat ik mij verbaas over hoe het zich ontvouwd heeft. Dat is de emotie die ik heb. Ik ben als voormalige advocaat misschien gewend om mij af en toe wat in understatements uit te drukken. Maar toch, in die buurt zat de emotie. En voorzitter, in, laat ik zeggen, lastige situaties. Ik bedoel dit niet als een soort aanprijzing van mezelf, maar ik word dan niet zo heel snel boos. Dus in de app gebruikte emotie geeft wel aan dat ik verbaasd was. En verder heeft iedereen kunnen lezen wat er in die app staat en waarom ik verbaasd was. Mevrouw, ja, mevrouw de voorzitter, mevrouw de voorzitter, en dit is echt een soort exercitie die ze met elkaar hebben afgesproken om de boel maar even weer af te dekken. Het is blijkbaar iets te veel uit de hand gelopen. De minister zei net ja, maar ik wil wel zeggen dat mevrouw Halsema dat later heeft teruggenomen. De heer Rutte, voor de kijkers, hier in beeld, die zat heftig ja te knikken. Die was ontzettend blij dat de minister dat zei, de heer Rutte, want hij zat ja te knikken. Dat mevrouw Halsema, misschien mag ik even uitspreken, dat mevrouw Halsema het zou hebben teruggenomen. Wat heeft dat nou voor waarde, meneer de minister, dat ze dat heeft teruggenomen? Ze stond daar, ze heeft de uitspraak gedaan. En dat is, ik vind deze demonstratie te belangrijk. Dat waren haar woorden. En even later stond ze met een slavernij of een antislavernij-button stond ze op de Dam. Dat was omdat zij die demonstratie belangrijk vond. Als daar mensen tegen de multiculturele samenleving of tegen de Europese Unie of tegen de vergroening van de wereld hadden gestaan, had ze waarschijnlijk het plein schoongeveegd. Dat heeft ze niet gedaan, want ze vond het te belangrijk. En dan is uw enige reactie van, nou, ik ben blij, en terwijl de premier knikt als een slaaf, ik ben blij dat zij dat heeft teruggenomen. Dat is toch niet. U zegt tegen een crimineel die een bank heeft overvallen toch ook niet, nou, ze hebben het spijt betuigd, er is niks aan de hand. Een burgemeester mag toch niet, meneer de minister, mag toch niet haar oordeel over een demonstratie meelaten wegen met wat hij daarmee doet. Stop het niet onder de tafel. Zeg eerlijk wat u daarvan vindt. Voorzitter, ik vind een burgemeester die een uitlating doet over demonstraties waarvan ik inderdaad zeg, nou, daar verbaas ik mij over, en die uitlating uittrekt, daar gaat elke vergelijking mank met een bank over. Dan ga ik naar, ja, ik zie de heer Van der Staaij. Voorzitter, ja, dan tenslotte, ja. Het gaat niet om die bankoverval, het gaat er natuurlijk om dat iemand die de regels niet naleeft, dat u als minister van Justitie ervoor moet staan dat u dat wel doet. Voorzitter, ik heb nog één vraag, uit twee delen. En het eerste deel is dat die minister zelf heeft gezegd dat hij vond dat het niet naleven van die 1,5 meter maatregel, dat hij dat begrijpt. En ik vind dat onvoorstelbaar voor een minister van Justitie. Die horecaondernemer nogmaals krijgt de boetes, de mensen op straat krijgen de boetes, de bedrijven moeten dicht, iedereen die zich niet aan de regels houdt, en tegen de burgemeester van Amsterdam zegt u, ik begrijp dat. Dat is mijn laatste vraag. En mijn conclusie, mevrouw de voorzitter, is dat dit een grote schertsvertoning is, dat ik dacht dat ik met die minister van Justitie naar de Kamer te halen dichter bij de waarheid zou komen. Blijkbaar heeft de knikkende premier Rutte op hem ingepraat, moet alles weer worden verdoezeld en alles wordt onder het tapijt geschoven. En het is een grove schande. Mevrouw de burgemeester moet opstappen en u bent de knip voor de neus niet waard. Ja, voorzitter, ik hoor er niet echt een vraag in, maar ik wou toch wel heel kort zeggen dat ik afgelopen dinsdag, en ik wil het hier nog eens herhalen, heb aangegeven dat ik, zoals mij de omstandigheden werden gepresenteerd, er waren veel meer mensen dan gedacht was. Tenminste 1000 werd mij gezegd. Of 1000. En de emoties waren groot. De escalatie liep op. Men had besloten om de demonstratie niet te ontbinden, omdat men niet politie tegenover demonstranten wilde hebben. En ik zeg hier nogmaals duidelijk, terecht. Dat begrijp ik volledig.